gekust worden. Eindelijk. Dit is Camping de Liefde. Waar 10 vrijgezellen elkaar proberen te vinden. Lukt het ons als Cupido's onze pijlen de juiste kant op te schieten? We doen er in ieder geval alles aan. Welkom op Camping de Liefde. Jasper, waarom zit je erbij als een soort Mr. Evil? Omdat het vanavond de laatste avond is, Daan. Tonight's tonight is gonna make it happen. Wat? Tonight's tonight is gonna make it happen. Vanavond moet het gewoon... En daarom hebben we vanavond de bonte avond. Ja, nu snap ik ook wat jij doet. Ik dacht, wat ben jij nou aan het doen? Maar je bedoelt applaus. Ja, van, applaus. Van, okay, de bonte avond. Een mooi stukje. Gekke dingetjes. Iedereen, we gaan de laatste belangrijke koppeltjes vormen vanavond. En dan gaan ze een hart in een act gooien. Dat vind ik heel gezellig. Maar ik vind wel dat we ze een beetje richting moeten geven. Wat stel je voor? Ik vind dat dan alle acts wel iets romantisch in zich moeten hebben. Dat het over de liefde gaat. Dat het romantische scènes zijn. Romeo en Juliet. Grease Lightning. Grease the Lightning. Ja. Grease the Lightning. Nou, er zijn toch aardig wat films en theaterstukken daarop gebaseerd, de liefde. We moeten nu, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit spectaculaire avontuur. Ja. We gaan er gewoon voor vanavond. We gaan op het einde. Ik heb ook genoeg van je gehoord. Hoor. Ja. Hey! Ja, hier gaat het in gebeuren, Stijn. Ze zijn al druk bezig. Wat is het idee erachter? Nou, ik dacht dat wij even koppeltjes kiezen voor verhaal die samen een act moeten voorbereiden. Dat te maken heeft met liefde. Dus dan zetten we ze even bij elkaar. Hè. We kunnen ze nog even samen een beetje over liefde hebben. En dan wordt het gewoon een spetterende avond met vuurwerk. Maar dat is een beetje de gedachte. Jij bent ook een soort van acteur. Ja. Soort dat... van acteur. Sorry, dat kwam er lulliger uit dan ik bedoelde. Ja. Maar dat altijd de soort sexual chemistry ontstaat tussen twee acteurs. Hè? Dat zie je vaak. Belangrijk. Dat ze ineens echt verliefd op elkaar zijn. Jezus. Stijn, het lijkt mij leuk als jij de avond presenteert, aan elkaar praat. Met alle liefde, zolang ik geen stukje hoef te doen. Moet er nog iets bij? Ja, rook. 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 Maar dan heb ik... Oh, dit vind ik wel gaaf, hoor. Het is de laatste avond en dus de laatste kans om de liefde een handje te helpen. Maar om de pijlen de juiste richting op te schieten, hebben we nog wel wat inside information nodig. We moeten gewoon wat meer informatie. We moeten wat meer te weten komen. Ja. Om wie we bij wie moeten koppelen. En ze hebben natuurlijk allemaal een zendertje om. Dus jij gaat onopvallend eventjes afluisteren op het veld. Dat is wel de bedoeling. Ja. Dus het liefst bij die picknicktafel. Ga jij wel op een afstandje even filmen. Je bent echt een hele enge campinggast. Echt veel heeft het niet opgeleverd, maar genoeg om de koppels voor de bonte avond te kunnen maken. Lieve kandidaten, vanavond is alweer de laatste avond. Oh. Maar we gaan het wel extra bont maken. Woe. En daarom organiseren wij vanavond een bonte avond. En bedenk wel, dit is tevens de laatste avond waarop je een move kunt maken. Move! We gaan jullie straks verdelen in koppeltjes. En samen met jouw partner ga je een romantische act voorbereiden. Met als thema de liefde. Bart, jij mag een romantische act voorbereiden. Samen met Esmee. Maurits, ben jij klaar voor een leuke act? Samen met Tessa Brunet. Justus. Ik verwacht veel van je, maar je wordt in ieder geval geholpen door Sophie. Igor, jij mag je act in ieder geval voorbereiden met Naomi. Aziz, samen met blonde Tessa. Zoek een mooi plekje uit om je act voor te bereiden. Repeteer erop los. En dan zien we jullie vanavond in de skuur. Succes! Dankjewel. Woe!
Hey. Hey. Hoe gaat het creatieve proces tot nu toe hier? Nou, niet zo goed. Is er een film waarvan je zegt, nou, dat vind ik zo'n mooie liefdescène? Ja, Titanic. Dat stukje dat zij bij de boot. Ja. Ja. Nou, dit is... Kijk, nu zijn we. Nu zitten we lekker. Zoek die scène even op. Er zat een puntje van het schip. En Leonardo DiCaprio zat erachter. En dan komt de bekendste zin. Namelijk... Ik weet niet meer. Nee. Oh. I'm the king of the world. King of the world. Oh shit. En dan starten we de muziek in. Celine Dion. En dan... En iedereen denkt, oh, prachtig. Ik vind het wel een hele leuke. Ja, ik vind het goed hoor. Okay. Ja? Oh, yes! Yes! Oh, yes! Maurits en Bruine Tessa hebben een romantische act in gedachten. Een beetje dwingend, dit. Ja. Maar dat hebben ze ook wel nodig. Maar we hebben wel één probleem. Lieve schatten. Ja. Ja, we vinden het een heel tof plan. Ja, top. Dan klaar toch? Nou, kijk, we zitten nog een beetje met het volgende. Kijk, als jij hier zit... En Tessa, jij zit hier... Ik zit hier, toch? Oh, hier, ja. Nee, kijk, ja, ik heb geen meetlint. Ja, maar... Maar ja. Dat is geen, kijk, het is geen anderhalve meter. Dat we dan toch maar... Want de voorzitter van de... Wat zeg jij? Dat we dat toch gewoon een koppeltje worden. De voorzitter van de overheid is dat je één sekspartner mag hebben, toch? Eén seksbuddy. Ho. Nee, even niet op de zaak vooruit. Nee, maar Maurits... Ik denk in oplossingen, maar goed. Kijk, we kunnen er lacherig over doen, maar... Kijk, als jullie hiervoor kiezen... Om met z'n tweeën op een motor te zitten, dan zijn die vanaf dat moment op Camping de Liefde een koppeltje. Ja, begrijp ik dat wij hier het eerste echte officiële Camping de Liefde koppeltje hebben? Shhh. Nee, maar dat is nog niet official. Het is nog niet Camping de Liefde official. Nee, oké. Okay. Je wordt blij van. Ik ben verheugd. Nou, we zijn een koppel. Begrijp lekker voor. Ja. Oké, okay, succes hè, jongens. Thanks. Ja, dat is wel een goed idee. Ik had iets van... Wat zijn jullie plannen? Jullie leggen nu de ideeën op tafel. Ja, we leggen nu letterlijk ons hart op tafel. En Bride to Be staat hierop, dus ja. Jullie gaan wel heel rap. Ja, het zijn geen halve maatregelen die we nemen. En wat was jouw idee? Dat wij samen op het podium komen en dan dat jij... het verhaal gaat vertellen en dat wij dat dan gaan uitbeelden. Oké. Okay. Ja, dus dat is voor ons... Oh, je legt je nog even druk in mijn handen over. Ja, ja. Maar ja, je weet nooit wat ik allemaal ga zeggen natuurlijk. Nee, hè? Nee. Maar ik vertrouw je daar wel in. Riskant? Ja. Nee, maar ik zie hier wel een heel leuk setje staan. Ja, ja. Dankjewel. Ja. Kunnen we gelijk kijken of die sluier een beetje goed staat? Ja. Succes met niet repeteren. Nou, dankjewel. Hi. Hallo. Hoi. Hoe gaat het? We kwamen er eigenlijk achter dat we allebei een Haagse band wel heel erg leuk vinden. Dus we zijn nu gelijk aan het oefen geslagen om eigenlijk een mooi liefdescouplet ten gehoor te brengen. Daan, wat vind jij ervan? Ja. Ik weet het niet. Ja. Ik voel gewoon dat het een beetje stokt. Weet je wat we doen? Op het laatste moment geven wij ze een nieuwe tekst. En dan weten ze niet wat ze tegen elkaar gaan. Nee. Hoezo niet? Nee, maar dat is lullig. Dat kan je niet maken. Het is gedicht. En dan gaan ze elkaar in de ogen kijken. En dan komt het veel harder binnen. Als je dan iets gevoeligs, moois tegen iemand zegt... terwijl ze niet verwacht wat er gezegd wordt... dan gaan ze elkaar raken. Ga jij een goede tekst opzoeken? Ik ga een mooi gedicht van Romeo opzoeken. Oh, oké, is goed. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat het ook een goed plan is. Ga jij even lekker dingetje printen? Ik ga nog even zitten, ik ben moe. Echt je? Ik had nog wel een vraagje eigenlijk. Zo, je ziet er goed netjes uit, hè? Ja, dit is ik heb dus iets speciaals bij me. Oh, ga zitten. Moet ik eigenlijk even bespreken. Oké. Want ik wil dus echt een aanzoek doen met een ring. Die heb ik ook meegenomen. Dus die zit in mijn zak. Zak. Hallo, dit is een speciaal iets, hè? Ja, ik heb hier... Dit staat al de hele week op mijn tafel. Het mag hierin. Ik weet niet, is dat handiger? Of... Ja, dit doosje dat gebruikt stellen en vertrekdoekjes. Dus dat kunnen we nog wel. Prima. Tim. Dat is die grote. Okay. Ja, het is wel echt mooi dat jij dit hebt. Doe maar in je zak. Want nu is het... Dit ziet zij niet aankomen. Nee. Maar je geeft hier wel een beetje mee aan dat het... It's serious. It's gonna happen. We gaan er een mooi, prachtig verhaaltje van maken. Het wordt een sprookje. Ik ben heel erg benieuwd.
Heel veel succes. Dankjewel. En plezier. Dankjewel vooral. Ja. Dankjewel. Dat is waar het om gaat. Dank jullie wel. Tot zo. Spannend. Spannend. Dit vind ik echt spannend. Zijn we hier toch misschien niet voor niks gekomen? Tim, het kan raar lopen. Hebben we toch zoveel afleveringen lopen teasen? Kun jij de kijkers nu beloven dat er vanavond nog... Deze aflevering gaat er gewoon mogen gekust worden. Eindelijk. Justus. Ja, ik denk toch dat we iets spannends aan het aan jullie act moeten toevoegen. Ja? Ik zat zelf te denken dat ik jullie vlak voor van tevoren een gedichtje geef. En die gaan jullie eye-gazend wel en wel in elkaars ogen zeggen. Het mooie vind ik aan wat we nu hebben, ja, is dat het voelt veel persoonlijker om dit eigenlijk bij dit nummer te houden. Wat, ja, waar we eigenlijk spontaan samen de klik mee vonden. Vind ik mooi. Toch gaan we het niet doen. Nee, nee, maar we kunnen het allebei doen. Nee, luister. Een pitch van jou. Maar jij kan dit, dat weet ik. En ik denk dat het net een beetje een spanning oplevert die net even goed is. Snap je? Nou ja, als jij denkt dat dit de magic touch geeft die essentieel is voor slagen hiervan, ja, dan gaan we dit natuurlijk gewoon doen. Yes! Zoals jullie zien ontbreekt er iemand en die wil ik graag aan jullie aankondigen. Want deze avond is niets zonder onze hoofdpresentator Stijn van Kiel! Goedenavond, dank jullie wel, oh, wat is het fijn om hier bij de eerste editie te zijn van de Bonteavond van Camping de Liefde. Mag ik een heel groot applaus voor dit fantastische, ronkende optreden van Maurits en Tessa! Meer rook! Veel meer, ja! Een heel groot applaus voor het eerste koppel. Samen op de boten. Dat wel heel dicht bij elkaar. Een soort van koppeltje al. Hè? Maak jullie borst maar nat. Want het is raining men. Ik denk dat Naomi en ik een sterk duo vormen. Dus dan wouden allebei van elkaar ook. Dus dit is our moment to shine. Ik ga voor jou. Ze vliegen rond in de tuin naar beneden. Ik zie wat jij niet ziet. Dit is mijn love, John. Voor jou flip ik het zo en leg ik mijn hart bloot. Justus en Sophie! Yeah. Eigenlijk is het veel makkelijker om mezelf met humor gewoon een mooie act neer te zetten. Maar echt zoiets persoonlijks ervan maken, dat is de echte uitdaging. Ik wil je mijn hart wel geven, maar pak het alsjeblieft voorzichtig aan. Het is breekbaar, snap je? Echt heel breekbaar. Het is al eerder stuk gegaan. Ik wil je mijn hart graag geven en ik hoop dat je het houdt. Want aan jou, alleen aan jou, is mijn hart wel toevertrouwd. Yeah! Wow. Fantastisch, mooi jongens. Goed gedaan. Was niet helemaal gepland, hè? Nee, ik heb dit gedicht nog nooit eerder gelezen. Jullie hadden iets fantastisch voorbereid en toen kwam Jasper langs. Ja, Jasper zit altijd bomvol goede ideeën. Dat is allemaal. Ja, dat is wel. Ik zag wel iets, dat was gewoon bol. En je tegenspeler? Hij deed echt heel goed. Ja, vooral dat staren tussendoor, elkaar diep in de ogen aangekeken. Ja, was mooi. Jasper, wat vond je er zelf van? Ik vond het erg mooi. Mag ik een heel groot applaus voor Justus en Sophie? Yeah. Yeah. Ze zijn er helemaal klaar voor. Mag ik een heel groot applaus voor Tessa en Aziz? Dan de corona-versie van de Titanic doen. Zo hadden we hem een beetje bedacht. Where are you? I'm lost. Rose. You cannot touch me. Corona. Go on the rail. Oh yes, I go on the rail. Be careful. Oh, yes, I'm careful. Okay. Are you okay? No, you cannot touch me. Corona. I'm the king of the world. Yes.
mag ik een heel groot applaus voor Bart en Esmee. Ja, ik denk dat de omstandigheden goed zijn. Sterren staan in de juiste volgorde, dus we gaan er gewoon voor. Ergens hier ver, ver vandaan, in het anderhalve meter bos, woonde eens een prinsesje die luisterde naar de naam Esmee. Maar er was iets aan de hand met Esmee. Ze kon namelijk niet meer stoppen met huppelen, omdat ze zo verliefd was. Er liep namelijk een kabouter in het bos rond. En niet zomaar een kabouter. Het was de knapste kabouter van het anderhalve meter bos. Kabouter Bartje. Kabouter Bartje kon op zijn plaats niet stoppen met eye-gazen als hij prinsesje Esmee zag. Maar ja, grootmoeder had nog zo opgedragen om met hun jatten van elkaar af te blijven. Oh, 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 wat hadden ze daar een moeite mee. Kabouter Bartje riep luid. Ik heb zo moeite om van je af te blijven. Bartje stortte zichzelf voor de prinses op de blote knibbels. Ja, met een broekje aan. En toverde iets uit zijn piepkleine kabouterbroekje wat niemand kon bevroeden. Prinsesje Esmee slaakte een gilletje van opwinding. Wil jij mijn prinsesje worden? Waarop prinses Esmee vol enthousiasme reageerde. Ja. Kabouter Bartje stond op en gaf prinses Esmee een kusje. Dat was hem weer. De bonte avond. Oh, ho, ho. De avond is nog niet voorbij. Nee, de bonte avond. Bonte avond. Maar de echte bonte avond begint nu. Het is de laatste avond en de zaadjes zijn geplant, denken we. Hopen we. Het was in elk geval een lange en romantische nacht. Dat was mijn avondje wel. Ik voel me lichtelijk krokant. Ik voel me heel krokant, maar ik voel me ook weer vervuld. Van liefde? Ja, vervuld van liefde. Ik zie deze kaartjes met mooie complimenten. Daar word ik gewoon een beetje emotioneel van. Kun je er ook meer van vertellen? Dat hadden we natuurlijk ook wel kunnen voorspellen, dat niet 5 setjes hier van de camping af gaan lopen. Maar we kwamen hier ook met een doel. Ja, we wilden gewoon dat er gespoemd zou worden. Ja, ja, maar hou even, dat zit nog steeds in deze kist. Maar dat vertel ik nu niet, want het moet nog een beetje spannend blijven. Oh, is dit een cliffhanger, Stijn? Oh. Ja. Nee, maar ja, goed, kan u alles zeggen. Ja, dus ja, zijn we klaar, doei, weet je wel. Dat is... Nee, we moeten het een beetje spannend houden. Ik vind dit wel leuk, Camping de Liefde Talk, hoor. Ik vind wel dat je het goed doet, Stijn. Ja, dit is maar een soort, is er vannacht nog wat gebeurd? Ik heb wel wat dingetjes opgevangen. Maar ja, weet je, het zijn geruchten, hè. Dan weet ik nog steeds niet of het echt waar is. Ja. Albert Verlinde heeft hij wel vannacht met zijn verrekijker infrarood kijken. Met mijn nachtkijker heb ik zo hier zo in het veld gestaan. Zo. We moeten ze gewoon binnenhengelen. Binnenhengelen. Ze moeten elkaar binnenhengelen. Oké. Oké. En die? Binnenhengelen. Dat ging niet zo goed. Wat? Nee, we moeten echt een andere jel. Slechte jel weer. Volgende keer geven de Cupido's de liefde een laatste zetje. Hier is jouw prins naast het witte paard. Dan zie je of de vonk ook echt is overgesprongen op Camping de Liefde. Lieve kandidaten, welkom op de Weilandraad.